piercing. De conch piercing is een kraakbeenpiercing die eigenlijk door het midden van je oor gaat. Je kunt hier zo ook verschillende opties zien. Je kan hem bijvoorbeeld in het midden doen. Je ziet ook heel vaak nu dat er een ringetje doorheen gedragen wordt. Je kunt er ook meerdere boven elkaar doen of naast elkaar. Je hebt heel veel opties om ervoor te kiezen. Ook al zie je op dit moment heel veel ringetjes door conch piercings, ik kies ervoor om te beginnen met een staafje, zodat de genezing wat soepeler kan gaan. Het duurt vaak ook al 3 tot 9 maanden voordat hij helemaal genezen is. En met een ringetje kan het nog veel langer duren, omdat hij best wel groot is. Daar zit veel meer beweging in. En als je erop ligt, dan beweegt ook echt, komt er heel veel druk op je piercing te zitten. En met de staafje heeft hij gewoon net wat meer rust en dan kan hij gewoon wat makkelijker genezen. Ik kan er zeker rekening mee houden dat je er later een ringetje in wil, om te zorgen dat die qua plaatsing gewoon goed zit. Dus als je dat voor ogen hebt, is het ook altijd slim om dat even te melden. En verder heb je qua staafjes heb je ook zoveel mogelijkheden om gewoon meteen iets leuks te kiezen, zodat het wel gewoon meteen bij de rest van je sieraden matcht. En dan heb je in ieder geval niet zoveel last ervan met de genezing, wat natuurlijk ook wel fijn is. Als het eenmaal genezen is, dan kun je helemaal losgaan en dan kun je kiezen wat je wil. Net zoals bij iedere piercing zitten er best wel wat risico's aan. Zo heb je altijd een kans op ontstekingen. Daarom is het belangrijk dat je goed kijkt in wat voor shop je terechtkomt. Of dat ze anders steriele materialen gebruiken. Of dat er goed schoongemaakt wordt voor het piercen. Je kan ook gerust even meekijken. Alles hoort pas opengemaakt te worden wanneer jij ook in de ruimte bent. Zodat je precies kunt zien wat er mee gebeurt in de tijd dat het open is. Ook later heb je kans op ontstekingen door bijvoorbeeld de verkeerde nazorg of dingen die erin komen die gaan irriteren. Er bestaat ook een kans dat de piercing niet netjes gaat genezen. Dat kan heel veel verschillende oorzaken hebben. Vandaar dat het ook belangrijk is om voor een goede piercer te kiezen, maar ook om goede sieraden te kiezen, zodat die ook voor zo min mogelijk irritatie zorgen. En om zelf ook het nazorgadvies netjes op te volgen, om te voorkomen dat die kans zo klein mogelijk is. Maar stel je wil hem er toch uit of het gaat niet goed en je haalt hem er uiteindelijk uit, zul je altijd iets van een littekentje overhouden. Bij de een zie je daar bijna niks van en bij de ander dan zie je het wat langer of wat donkerder of juist een witter puntje. Op den duur zal het wel weer wat weg gaan trekken, maar je zult altijd iets van een litteken achterhouden. Ook heb je kans op uitgroei. Nou is dat bij een conch piercing is eigenlijk niet echt van toepassing. Maar mocht je het idee hebben dat er iets mis mee is, dan laat het ook altijd even weten aan je piercer. Die kan dan even meekijken. Wat wel slim is om achterwege te halen, is bijvoorbeeld achterwege te laten, is zwemmen of in de sauna gaan. Omdat daar heel veel bacteriën in zitten die ook juist voor ontstekingen kunnen zorgen. En het beste is om dat zeker de eerste 3 maanden te doen, omdat je dan echt nog een open wondje hebt. Maar eigenlijk die 3 tot 9 maanden van de genezing zou het ideaal zijn om de achterwege te laten. Hetzelfde met shampoo. Je kan gewoon je haren wassen. Dat maakt verder niet uit. Maar zorg er wel voor dat je het even afspoelt via de andere kant. Zodat er geen zeepresjes achterblijven. Zeker met maskers en met conditioners. Die zijn allemaal wat dikker. Die spoel je niet zo makkelijk weg. Probeer het gewoon lekker uit de buurt te houden. En wen je aan als je klaar bent met douchen dat je het gewoon lekker nasproeit, zodat er geen zeepresjes achter kunnen blijven. Dat is ook wel belangrijk. Als je een mondkapje draagt, is het wel belangrijk om ervoor te zorgen dat deze niet tegen de achterkant van je sieraadje aankomt. Want dat kan ook voor flinke irritatie zorgen. Vaak zijn die dunnere bandjes zijn wel fijner om te dragen, want je hebt ook van die dikkere. Maar ik merk altijd dat die een beetje plat tegen de achterkant van je oor komen te liggen. En op die manier sluit hij eigenlijk het sieraadje af. En hoe meer zuurstof daarbij komt, hoe makkelijker die ook kan genezen. Daarvoor heb je, ik heb een voorbeeldje, dit soort dingen. En die kun je dan zo achter op je hoofd doen. En de bandjes van je mondkapje kun je daar mooi aan vast doen. Zodat er dus niks meer achter je oor loopt. En zodat je dus minder last hebt van erachter blijven hangen. Een andere vraag die ik wel eens krijg is, wat nou als ik al vaker piercings heb gehad, maar dat ze nooit genezen bij me? Wil dat zeggen dat ik nu ook geen conch piercing kan nemen? Gelukkig is dat in de meeste gevallen niet het geval. Dan kun je gewoon voor een piercing gaan, maar is het wel belangrijk dat je op verschillende dingen let. Bijvoorbeeld naar wat voor piercer je gaat, zodat je zeker weet dat die goed gepierst wordt, want een goede basis is het halve werk.
En het is ook belangrijk dat er goede sieraden in komen. Want ook al zit de piercing helemaal zoals hij hoort te zitten, als er een sieraadje in zit dat niet goed afgewerkt is, als er bijvoorbeeld wat hobbels en bobbels in zitten, dan beweegt dat de hele tijd heen en weer en dan heb je de kans dat het gewoon niet gaat genezen daardoor. Dat kun je eigenlijk zien als een schuurpapiertje die steeds door het gaatje gaat, dus die maakt de hele tijd alles kapot en dan heeft hij nooit de rust om te genezen. Dus hoe gladder de sieraden, hoe minder last je daarvan ook hebt. En ook is nazorg een belangrijk ding. Als je bijvoorbeeld de hele tijd zou draaien of zou heen en weer bewegen, dan zorg je er ook voor dat de piercing eigenlijk nooit kan genezen, omdat hij niet de rust krijgt die hij nodig heeft. Dus het is slim om hem gewoon lekker met rust te laten. Hoe minder je eraan zit, hoe beter. En een combinatie van al die dingen kan er dus voor zorgen dat je piercing wel mooi rustig gaat genezen. Ook bij een nikkelallergie. Alle sieraden die ik gebruik, die zijn van titanium of van goud. Dus die kun je ook gewoon veilig dragen met het piercen. Het is wel slim om altijd te checken als je voor goud gaat of dat er geen nikkel in zit. Want er kan nikkel in zitten bij sommige goudsoorten. En dat alles ook gewoon goed glad afgewerkt is, zodat het echt voor zo min mogelijk irritatie kan zorgen. Maar dus ook met een nikkelallergie kun je gewoon gelukkig voor piercings kiezen. En je hebt ook best wel veel verschillende sieraden waar je uit kan kiezen. We zullen zo meteen even wat voorbeeldjes laten zien. Want in titanium heb je heel veel mogelijkheden, in goud heb je heel veel mogelijkheden. Zodat je ook gewoon meteen iets leuks kan kiezen. Ook al kun je dan geen ringetje in het begin, vanwege de genezing, doen we eerst het staafje. Maar dan heb je in ieder geval in de tussentijd heb je wat leuks erin ook. Want ga ervan uit dat de genezing, tenminste de tijd voordat je kunt wisselen, vaak wel 6 tot 12 maanden is voordat je echt kunt wisselen naar een ringetje. Zeker als je hem helemaal strak wil hebben, want dan komt er opeens best wel veel spanning op het gaatje te staan. En als je dat te snel zou doen, als hij nog niet helemaal genezen is, dan heb je kans dat het weer helemaal openklapt van binnen. En dat zou zonde zijn, want dan moet je weer helemaal opnieuw beginnen met de genezing. Dus geduld is een schone zaak, maar als hij dan eenmaal genezen is, dan kun je ook gewoon lekker variëren met verschillende ringetjes. Wat alleen wel is met de conch, er zijn wel mensen die een ringetje sowieso eigenlijk nooit fijn vinden. Die eigenlijk heel graag de look van een ringetje willen hebben, maar die toch merken als ze hem hebben dat hij vervelend is. Als je er bijvoorbeeld toch op gaat liggen in je slaap. Het is best wel een groot ding dat erin zit en dat geeft heel veel druk op het gaatje. En zelfs als hij genezen is, kan het niet altijd even fijn aanvoelen. Of die er toch wel makkelijker achter blijven hangen of waarbij je toch altijd een beetje gevoeliger blijft als er een ringetje in zit. Dus hou daar wel rekening mee. In theorie kan die altijd geplaatst worden, maar niet iedereen vindt het even comfortabel. En een andere vraag die ik vaak krijg van hoe gaat het dan in zijn werking met het zetten? Sowieso laat ik je eerst even kijken uit de sieraden, zodat je kan kijken wat je leuk vindt. En dan kijk ik even met je mee naar wat een mooie plek zou zijn. En dan laat ik je ook even meekijken, zodat we zeker weten dat we allebei hetzelfde in gedachten hebben. En als je het een goede plek vindt, dan ga ik verder met het piercen. Dan zet ik alle spulletjes klaar. Dan maak ik alles nog even goed schoon. En het zetten, dat gaat super snel. Is 2 keer 2 seconden. Tuurlijk zal het eventjes zeer doen, maar voordat je ook kan zeggen, is het eigenlijk alweer voorbij. De voorbereidingen, de sieraden uitkiezen, het aftekenen, alles uitpakken en zo, duurt veel langer dan het zetten zelf. Dat is echt secondenwerk. En als dat eenmaal klaar is, dan hoef ik alleen nog maar zo een topje erop te doen. En dan kun je hem alweer bekijken in de spiegel. En dan is het aan jou om er ook goed voor te gaan zorgen. En zo meteen vertel ik je ook nog meer over de nazorg helemaal in detail. Maar wat ook wel slim is om rekening mee te houden met de conch piercing. Hij zit natuurlijk een beetje in de bolling van je oor. Best wel dicht bij je gehoorgang. Dus als je graag oordopjes draagt, dan kan dat wel in de weg zitten. Het is een beetje afhankelijk van hoe je oor is en wat voor sieraad je erin doet. Maar hou er rekening mee dat het in het begin wel slim is om eventjes geen oordopjes te dragen. Wat kost het zetten van een conch piercing? Dat is helemaal afhankelijk wat voor sieraad je zelf kiest. Ik heb een pierceprijs en dat is een vaste prijs voor het zetten van de piercing, van het gaatje. En nog een aparte prijs van de sieraden. Omdat je zoveel keus hebt, zijn er gewoon heel veel verschillende soorten sieraden. En die hebben allemaal ook een andere prijs. En die twee samen maakt de pierceprijs. Je kunt via de website kun je al de prijslijst bekijken. De link kun je hier zo vinden. En als je de sieraden wil bekijken, dan kun je ook gewoon al een beetje in de webshop neuzen. Zodat je kan zien wat de prijzen zijn en ook wat voor opties er zijn. Als die eenmaal zit, dan is het gewoon lekker goed ervoor blijven zorgen en genieten van je nieuwe piercing.